Annemarie, wat is jouw functie binnen AVEDAN, de vrijwilligersorganisatie hier in Almelo? Ik ben coördinator van het servicepunt vrijwilligerswerk. Ja, en wat houdt dat allemaal in? We proberen in ieder geval iedereen bekend te laten maken met vrijwilligerswerk in Almelo. Dat is eigenlijk wel onze hoofdtaak. En daar werken we met een mooi platform voor en dat heet Almelo voor elkaar. En zo kunnen we elkaar vinden. En nu dan, vandaag, de vrijwilligersmarkt. Het Alma Inlopershuis, wat houdt dat in? Alma Inlopershuis is een inloophuis voor mensen die te maken hebben met kanker. Dus patiënten zelf, maar ook hun ouders, echtgenoten, vader, moeder, maakt niet uit. Ja. En dan waar kunnen die mensen terecht? Die mensen kunnen terecht. Wij zitten in het ziekenhuis en bijna iedereen weet dat je linksaf naar het laboratorium gaat en schuin daar tegenover. Daar zitten wij in een Alma-huis. Daar hebben wij een rustige ruimte, een mooie kamer. Een beetje een huiselijke sfeer hebben wij gecreëerd. Allerlei mogelijkheden om mensen laagdrempelig met anderen te kennis te laten maken en te praten over, ja, over hun kanker en over wat hun bezighoudt. Kan ik het zo samenvatten? Nou, dat is de hoofdmoot. Die komt gewoon voor een kopje koffie of een kopje thee. En gewoon om met ons te praten. Ik sta hier bij iemand die net een paar foldertjes in de tas heeft gedaan. Wat dacht u of wat denkt u hier te kunnen vinden op deze markt? Ik ben mezelf eerst nog aan het oriënteren wat er allemaal in Almelo aan vrijwilligerswerk te doen is. Ik woon hier net een half jaar. Dus ja, meer voor oriëntatie. Ik ben Birgit Roetedink en ik ben vrijwilliger bij het Rode Kruis. Ik geef gastlessen, onder andere op lagere en middelbare scholen, als een onderdeeltje van het Rode Kruis. Maar er zijn natuurlijk veel meer andere zaken die het Rode Kruis doet en waar we vrijwilligers voor nodig hebben. En vandaar dat we hier samen. Ja, want jullie kunnen ook als Rode Kruis best wel een heleboel vrijwilligers gebruiken. En ja, wat zijn jullie hoofdtaken bijvoorbeeld in Almelo? Waar kunnen jullie in Almelo veel vrijwilligers voor gebruiken? Wij kunnen in principe eigenlijk altijd vrijwilligers gebruiken.